Kurzat, gefeliciteerd met de 3 punten. Ja, soms hoeft het niet heel erg mooi, hè? In mijn geval, in mijn optiek nooit niet, zeg maar. Als die 3 punten maar binnen zijn. Dus, bedankt. Wat voor wedstrijd was dit? Ik denk de eerste helft die wij domineren. Ook terecht op 1-0 voorkomen. De tweede helft vond ik wat moeizamer. Maar dat zag je ook met die goal. Een hele aparte doelpunt tegen. Maar uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen. En scoren we daarna. Waardoor we de 3 punten hier houden. Dat is het belangrijkste. Wat veranderde er in de tweede helft? De eerste helft heeft het op ons geen enkel schot. En in de beginfase van de tweede helft worden ze opeens heel erg gevaarlijk. Hoe kwam dat? Zij gingen volgens mij anders spelen. Volgens mij een aanvaller erbij, een verdediger eraf. En, waardoor wij een beetje zoekende waren. Daar niet echt een antwoord op konden vinden. Geen idee waarom. Op zich stond het ook niet heel verkeerd, vond ik. Alleen moeten we misschien in duels ook wat feller zijn en dat soort dingen. Ja, dat denk ik, maar dat zijn basisdingen die altijd moeten, of ze nou van systeem veranderen of niet. Uiteindelijk zijn de 3 punten het belangrijkste. 2 fantastische doelpunten door Henk Veerman. Ja, hoe is het om zo'n spits te hebben voorin? Heerlijk, toch? Altijd lekker als je weet dat hij ze elk moment kan maken. Hij houdt ballen vast voor ons, hij is bezig. Ja, voor ons is dat als team heel belangrijk en vandaag lijkt het dat weer zien. Niet alleen met doelpunten, maar ook met zijn veldspel, denk ik. Heb je 18 punten uit de eerste 9 duels als aanvoerder van ADO Den Haag? Wat kun je daarover zeggen? Super goed bezig. Ja, en deze lijn hopelijk doortrekken. Dus, we gaan nu interlandbreak in als derde, volgens mij, of als tweede, gedeeltelijk tweede. Dus dat geeft alleen maar een goed gevoel en we zijn goed bezig. Laten we dat vooral vasthouden en meenemen naar de volgende wedstrijden. Maar niet te hoog in ons bol, zeg maar. Ja, want de volgende zal tegen Emmen zijn uit. Die dus op dit moment samen met ADO Den Haag tweede staat. Dat zal wel een spannend duel gaan worden, denk ik. Ja, zeker. Ze staan dus gedeeltelijk tweede met ons. En het zijn hele belangrijke wedstrijden waarin je het verschil kan maken. Dat weten we. Ook dit soort wedstrijden zijn belangrijk, daar niet van. Maar dan kan je echt laten zien waar je staat. En dat hebben we gedaan tegen Groningen, volgens mij. En nu Emmen uit. Klopt dat? Emmen uit. En daar moeten we het weer laten zien. Die uitwedstrijden gaan dit jaar in ieder geval goed, dus dat moet ook vertrouwen geven. Ja, die uitwedstrijden gaan misschien iets beter dan thuis. Maar laten we ons daaraan vasthouden aan die positiviteit en dan met een goed gevoel die kant op natuurlijk.